De bekende namen bij de thuisclub. Geen wijzigingen ten opzichte van het duel in Breda. Doelpuntenmakers Burnett en Romani starten weer gewoon. De elf van NAC behoorlijk gewijzigd ten opzichte van een paar dagen terug. De doelman Kortsmit keert terug na een schorsing. Hetzelfde geldt voor McNulty. Van de Merbel en Veldhuis weer op het bankje. Omba speelt in plaats van Agogil. En in de basis ook Odi Velanas. Omdat Omarsson nog altijd niet helemaal fris is. Jeroen Veldmaten wordt nog even snel in het zonnetje gezet. Het heeft niets te maken met zijn leeftijd. Goed, is hij dan het rugnummer. Mag zelf invullen waarom het is. Dat zijn goede vooruitzichten voor hem met deze cijfers. Die enige nederlaag was rond de eeuwwisseling. Met het hier 0-2. Lang, lang geleden. El Messaoudi. Vrije trap maakte Emme ook de 0-2 in Breda. Schatte invaldoelman van de Merbel de vrije trap van Diemers compleet verkeerd in. Kon Rome niet binnenknikken. Nu is het weer een goede bal en moet die eigenlijk binnengelopen worden door Tewiering. Maar ook dat is geen doelpunt te maken. Mee naar voren. Iedereen wil daar graag zo in het doelgebied bij Van der Hart staan. Gaat alleen richting de tweede paal. Daar is Martina. Valt hij nog voor iemand van NAC? Ja, voor Vet. Die brengt hem ook nog mee voor de goal. En uiteindelijk heeft Van der Hart hem. Het is een van die situaties waar het geluk een beetje mee moet zitten. Die zou het wel kunnen proberen. Maar het is een vruchteloze poging van de Nieuw-Zeelander. NAC heeft één treffer nodig om een verlenging af te dwingen. Zo simpel is het. Mogen ze niets weggeven. Diemers met een versnelling. Naar vlak gaat het. Naar links kan het. En daar stond Antonissen. Dat gaat het niet. Dan met Saoudi. Burnett. Antonissen. Diemers. Burnett. Dat is goed gezien. Daar is Antonissen. En het blok van McNulty. Die zelf niet eens een hoekschop weggeeft. Romani. Dat kan wel wat gebeuren. In dit geval iets wat niet zo goed is voor Emmen. Wel voor NAC. Dat kan overnemen met de Umba. Banzuzi wil de bal wel ontvangen. Maar kiest voor een bal richting Van der Zanden. En die komt er net niet aan. Het scheelde niet veel hoor. Of het was echt een gevaarlijk moment geworden. Kwart wedstrijd achter de rug. Nog altijd de goals uit Breda. Voorzet richting Van der Zanden. Die doet het weer sterk. Araujo voorkomt dat Velanas kan uithalen. Antonissen glipt er vrij makkelijk langs bij Lucassen. Maar nu overschat hij zijn eigen snelheid. Tot zijn eigen frustratie ook. Om maar aan te geven dat het niet echt lekker loopt bij Emmen. Lucassen. Slim laten lopen, zegt door Van der Zanden. Omba, Velanas wacht, randje 16. Omba, dan doet hij er niet heel veel mee. Van der Zanden maakt het wel heel goed. Maar dan de vlag. En dus gaat er een streep vooralsnog door het treffen van Banzuzi. Het lijkt er wel op. Het is zo. Die Michele Sanchez. Velanas. Richting Omarsson.
Die ballen vanaf de linkerkant zijn toch keer op keer gevaarlijk. Forrest al twee keer bijna van de Zander bereikt. En ook nu over het dreigend. Hier komt een ander dreigend moment aan. Velanas. Corner via Araujo. De eerste paar minuten van de tweede helft ontvouwen zich eigenlijk als het tweede gedeelte van de eerste. NAC, dat gevaarlijk oogt, dreigend in de buurt is. Maar nog altijd geen groot werk voor Van der Hart. Nu ook niet, omdat de Wierik wegkomt. Af van de bal voor Garbutt. Alleen maar in het vangnet. De moed en de hoop zal toch toenemen. Gezien de prestaties binnen de lijnen bij Balla. Vet. Van der Zanden. Velanas. Glipt er eenvoudig langs bij de Wierik. Veldmaten werkt weer weg. Sivkovic. Overname. Romani. Antonissen sprint de diepte in. Romani bedient Antonissen. Die kan zo doorlopen. Antonissen ging. Goal. Wel een corner. Daar was dan die uitbraak van Emmen, maar dat blijft bibberen. Omdat McNulty zich daar ook nog heel heldhaftig en sterk voor dat schot werpt. Massoudi, de Wierik met de loopactie, geeft Zivkovic de ruimte. De Wierik nu in de punt van de aanval. Zivkovic doet het zelf en doet het waanzinnig! En hoor de opluchting en zie de opluchting. Hier zie je nog weinig aan af aan de trainer van NAC. De loopactie van de Wierik geeft de ruimte aan Zivkovic. Er ligt een voorzet voor de hand. Maar Zivkovic racht hem heerlijk binnen, zegt wat een beauty. Reeg de goal zeker niet aan één dit seizoen. Maar op het moment dat de club hem heel erg nodig heeft, tovert hij een beauty uit zijn rechter. Sterk van Vet. Vet op veldmaten. Uitbraak Emmen. Ze zijn met 5. En ze zijn met El Messaoudi. Romani sluit aan de rechterkant. Het steekballetje is iets te ingewikkeld. Vet. Messaoudi, Diemers. Meer ruimte ontstaan voor Emmen om toe te slaan in de tegenstoot. Zeker als Diemers een steekpas in huis heeft. Romani Kortsmit is er nu op tijd bij. Moest ook wel, omdat de McNulty die bal vertraagde. Kom nou niet, kom! Laten we dat niet hopen. Romani. Azenoen. Net buitenom. Die moet echt zichzelf een flink op gang trekken. Maar dan krijgt hij wel de bal. Dan kan hij dat kunstje van Zivkovic en van afgelopen woensdag niet herhalen. Juist het moment meegegeven. Dan heeft hij alleen maar oog voor de goal. Had Zivkovic de bal ook wel willen krijgen. Diemers. Messaoudi aanleggen. En poeieren maar op de paal. Ja, dat is ook wel een dreun hoor. Van El Messaoudi. Het net trilt van het geweld uit de rechter van El Messaoudi. Hij komt door de trilling die de paal doorgeeft. De bal moet voor de goal, er staan er genoeg. Omarsson, dit is een goede bal en in de handen gekopt bij Van der Hart door Herman. Eerste echte redding die de doelman van Emmen moet verrichten na 80 minuten. Zivkovic met zijn laatste krachten kruipt nog vol bij Martina. Martina, dit is een actie die door de beugel kan van Nijhuis.
neemt nog wat risico hoor, daar Cuco Martina. Dat is een collega international Zivkovic die hem eigenlijk aftroeft. Ook de VAR, zo geeft Nijhuis aan, vond dit oké. Daar klonk een klassiek Duits scheldwoord uit de mond van Hiballa. Het begint met een S en eindigt op een E. Vrij fatsoenlijk. Azenoen. Azenoen. Och, wat mooi. Emmen naar de finale van de play-offs. En mag met Almere City uit gaan vechten. Wie volgend jaar in de Eredivisie speelt. Ze zijn er nog niet. Maar de eerste horde NAC Breda wordt vakkundig omzeild door de nummer 16 van de Eredivisie. Het laatste fluitsignaal van Nijhuis heeft geklonken. Met een prachtige trap sluiten we dit duel af. Azenoen doet nog een fraaie duit in het zakje. Voor NAC resteert een vijfde seizoen op rij in de keukenkampioendivisie. Lukien, nog één week trainer van Emmen. Hij had het niet heel makkelijk met zijn elftal. Zeker voor rust niet. Maar uiteindelijk de knal van Zivkovic. En daarmee was het eigenlijk wel beslist.